was niet in de wieg gelegd voor politiek leiden. Dat mijn karakter mij niet toeliet. Telkenmalen nadat de omstandigheden voortschrijven, te knoeien en te konkelen. Ging ik dan ook onder als politiek leider. Bleef gespaard als mens en dat staat nog steeds hoger bij mij. De anarchist is de baanbreker. Een padvinder in de bossen. Van vooroordelen en domheden. De anarchist is de baanbreker. Socialisme waarborgt hoogstens dat de mens geen honger en gebrek zal lijden. Maar maakt de mens niet geestelijk vrij, daar hij gebukt kan blijven onder het gezag. In welke vorm ook, daarom brood en vrijheid, dat moet de leuze zijn. En dat is het anarchisme. De anarchist is de baanbreker. Een padvinder in de bossen. Van vooroordelen en domheden. De anarchist is de baanbreker. Losgemaakt van de kerk en de staat, zijn de grootste hinderpalen op de weg van de vooruitgang. Als anarchist was ik vrij, daardoor ook gelukkig. Was nu mezelf en blij dat ik verlost was van dat knellend gevoel van de laatste jaren. Want al had ik meegedaan, ik deed het toch.